Ik ben in Arnhem, op een gigantisch en inspirerend terrein. En de Han heeft ook hier een van zijn werkplaatsen. Een hele schone werkplaats. En ik weet de weg. Jij moet Erik zijn. Klopt. Hoi. Welkom op Industriepark Kleefse Waard. IPKW is dat in de volksmond, hè? Klopt. En wat gebeurt hier allemaal? We zijn hier met IPKW en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bezig met de ontwikkeling van hybride leerwerkomgevingen, waar we met studenten aan actuele uitdagingen in de energietransitie werken in opdracht van regionaal bedrijfsleven. Tof. En is dat dan hier waar de studenten zitten? Dat klopt. Hè. Ze zitten niet meer op school, ook nog niet echt bij een bedrijfsopdrachtgever, maar in die hybride omgeving. Ja. Waar ze vanaf hun tweede jaar al heel vroeg in de opleiding dus in aanraking komen met dit soort vraagstukken. En kan je me meer laten zien? Nou, heel graag, want we gaan dit nog beter doen in Connector. De volgende stap in de evolutie van deze samenwerking. En die ga ik heel graag laten zien. Ga die kant op. Dit is Connector. Hier gaat het gebeuren. Dit is het grote stuk waar het nieuwe lab komt. Wauw. Wat kan er in Connector straks wat er nu nog niet kan? Ja, we brengen focus aan in de dingen die we doen op specifieke onderwerpen in de energietransitie. We creëren meer botsingen tussen studenten en regionaal bedrijfsleven door het allemaal onder één dak te krijgen. Ja, handig. En we faciliteren dat met hoogstaande apparatuur, testfaciliteiten, waarmee we de dingen die we, de innovaties die we hier realiseren, ook werkelijk naar de markt kunnen brengen. Ja, en waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk dan? Ja, we zijn in de regio heel goed in decentrale energie, opwek, opslag, distributie en gebruik. Door die krachten te bundelen zijn we gewoon samen sterker. En jullie focus is onder andere ook natuurlijk die CO2-uitstoot verminderen. Hoe dragen jullie daaraan bij? Ja, we hebben in veel van deze oplossingen te maken met elektrificatie van systemen in mobiliteit, in woonomgevingen. En dan praten we dus in veel gevallen over CO2-reductie tot nagenoeg nul. Ja, een inspirerende leeromgeving. Mooi, dankjewel. Ha, Jeroen, jij bent CEO van High Matters en jullie werken samen met de HAM. Aan welk project werken jullie? Wij werken aan het project Cyrus Smith. We maken groene waterstof, maar dat doen we met een twist. En die twist is dat we niet zomaar een electrolyzer aanzetten en zeggen van hup, vol waterstof produceren. Dat gebeurt er op allerlei plekken. Maar wat wij specifiek doen in dit project is zeggen van we gaan die waterstof maken alleen maar op die momenten waarop er een overschot is aan duurzaam opgewekte elektriciteit. En dat veroorzaakt een knelpunt. En met de oplossing die we samen met de HAM nu aan het maken zijn, maken we dat knelpunt ook meteen klein. En dat straks allemaal ook nog in Connector. Dat klopt, ja. Ja, de Connector is natuurlijk een prachtige plek voor de hele regio om dit soort activiteiten te gaan ondernemen. Want het allermooiste van Connector, nou kijk hier achter me, meer dan 10.000 vierkante meter aan ruimte waar allerlei bedrijven, organisaties, instanties... Dit wordt het, hè? Ja. Dit wordt het helemaal. Zich gaan vestigen, maar elkaar dus ook heel laagdrempelig ontmoeten. En dan krijg je van die interactie. Je zoekt elkaar op omdat je zo eventjes 40 meter verderop bij iemand naar binnen kunt stappen. En dat gaat voor ongekende versnelling zorgen. En voor studenten is superhandig natuurlijk alles onder één dak. Waarom zijn studenten voor jullie belangrijk? Studenten zijn natuurlijk zeg maar de workforce van de toekomst. Ja. Niet alleen omdat ze gewoon echt handjes en dus werkuren met zich meebrengen. Maar ook omdat ze bij kennisinstituten zoals de HAM nieuwe dingen leren. En de oude energienetten moeten we op een nieuwe manier leren bedrijven. En dat leren ze bij de HAM. Heel belangrijk dus, die studenten. Ik ga op zoek naar zo'n waardevolle student. Gaaf, mooi. Hallo, mag ik je wat vragen? Hi. Jij bent student hier. Wat ben je precies aan het doen? Voor de HAM samen met Rijkswaterstaat, project Slim Reizen. En eigenlijk zijn wij bezig om zoveel mogelijk studenten voornamelijk minder met de auto naar de HAM te laten komen. Ja, minder CO2-uitstoot dus op die manier. Hey, je hebt het net over studenten die naar hun scholen gaan. Dit is wel wat anders dan een gewone school natuurlijk. Dat is bijzonder. Ja, ja, je hebt hier bedrijven dichtbij zitten, dus snel connecties gemaakt. En hiernaast hebben we ook nog werkplaatsen. Kan ik je wel even snel laten zien? Werkplaatsen hier? Ja, wil ik. Ja, leuk. En nu komen we dus aan op zo'n werkplaats. Dit heb je niet op alle scholen. Ik had het niet op mijn school, nee, inderdaad. En dit bijvoorbeeld, wat zie ik hier? Een beginsel van waterstofmotor, om te kunnen demonstreren. En de toekomst dus, dat we minder CO2 en op waterstof... de auto's of voertuigen kunnen laten rijden. En over de toekomst gesproken, jouw verdere loopbaancarrière? In ieder geval elektrisch te gaan rijden en zo min mogelijk CO2 te kunnen uitstoten. Dit is de toekomst.
Super vet, dankjewel. Ja, op een goede toekomst. Ik merk dat je in deze omgeving echt geprikkeld wordt om aan de slag te gaan. Waar je als student vaak naar een laptop of boek zit te staren, loop je hier vanaf je werkplek direct een echte werkplaats in. Met in dit geval dus een werkende demonstrator van een waterstofsysteem. Wauw. Samen op weg dus naar een schonere toekomst. Doe je met me mee?